Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. 1 Petrus 3, vers 18. Godsdienstlerares Janine krijgt al heel veel liefde van God, maar wat liefde van een man ontbreekt nog. Geloof betekent voor mij, het is gewoon wel het belangrijkste ding in mijn leven. Het is ook dagelijks iets. Als je opstaat, bidden, een stukje lezen. Maar ook je belangrijke dingen in je leven, de stappen die je onderneemt, ja, dat bespreek je dan samen met God. Ik ben op zoek naar een relatie omdat ik heb mijn opleiding net afgerond. En ik denk wel dat ik er gewoon aan toe ben. Ik heb een eigen huisje en ik vind het gewoon fijn om het leven te delen met een ander. Hi, welkom. Waar kom je vandaan? Urrel. Ja, dat ligt in Gelderland. Oké, goed om te weten. Ja, op de Veluwe. Op de Veluwe? Ja. Kijk, en werkje, studeer je? Ik ben net klaar met mijn studie en ik ben afgestudeerd als godsdienstdocent. Godsdienstdocent? Ja. Bijbelbelt? Ja. Ja. Kijk. Middenin. En hoe ziet dat, hoe vormt dat jouw leven? Het geloof? Je bent er natuurlijk dagelijks mee bezig in dat je bidt en dat je Bijbel leest. Maar je trekt hem ook bij persoonlijke keuzes of dingen, belangrijke dingen in het leven. Daar betrek je God dan ook bij. Van hey, dat je daar een soort van over communiceert. Ik heb van tevoren wel gevraagd van dit is een keuze die ik maak. Ik geef me op voor dit programma. Als het iets is wat ik niet moet doen, nou laat er maar iets tussenkomen of zoiets. Ik zei ook wel, ik zeg voor de grap, nou als het echt iets niet is, nou dan ga ik nog maar even een hartig woordje met hem praten. En je dateleven? Mijn dateleven, ja. Niet heel actief. Nee, maar leg uit. Nou ja, ik ben nog nooit echt eerder op date geweest. Nee. Nee. Nooit echt van gekomen. Maar ik denk, ze komen ook niet aanbellen bij je aan de voordeur als je thuis blijft zitten. Nee. Dus ja, je moet toch een keer een stap maken. Welke dingen zou je dan willen delen met een partner? Wat is daar een beetje de kern van? Dat je natuurlijk over het geloof hetzelfde nadenkt. Maar het geloof is niet het enige. Het is natuurlijk ook gewoon gezellig samen dingen doen. Uit eten of gezellige activiteiten doen, mm-hmm. Samen op reis. Maar dat de kern, zeg maar, dat je in God gelooft en in Jezus gelooft, als redding voor je zonde, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Lucas is net als Janine gelovig. Voor mij is Jezus eigenlijk altijd op de eerste plek. En ik hoop dat voor mijn vriendin dat ook zo is. Ik ben heel spontaan en ik hou ook echt van spontane activiteiten organiseren. Dus als mijn vriendin daar ook van houdt, dan zorgt dat echt heel vaak voor onverwachte leuke dingen. Dat kan ik nu al garanderen, ja. Hallo. Goedenavond. Dag Lucas. Als mijn vriendin ook zo in het geloof staat, dan kunnen we er een zoektocht samen van maken. Dat we samen zoeken wat Gods plan is voor onze levens. Heb je er zin in, Lucas? Ik heb er zin in. Ja? Jouw date, die zit er al. Aha. Kom maar, neem maar even plaats. Nou, hoi. Hoi, goedenavond. Ik ben Janine. Ik ben Lucas. Ja, ik hoor het. Jij hoort het al. Oké. Okay. Moest je ver reizen om hier te komen? Een uurtje. Uurtje? Viel mee. Ik ook. Waar kom je vandaan? Uit Scherpenzeel, bij Amersfoort. Ja. Veenendaal. Nee, ik kom uit Urrel. Uddel, dat klinkt als Brabant. Nee joh, dat gelukkig. Is heel dicht bij Scherpenzeel. Oh, echt? Ja, dat is dan ken je Putten, Gadderen. Ja. Dat ken je wel, nou ja, daar vlakbij. Oké, okay. Ja, ik woon er pas een halfjaartje, nog niet eens. Oké. Okay. Dus de omgeving moet ik nog gaan verkennen. Nou, het is al een mooie buurt. Want, ja. Wat doe je voor werk? Projectmanagement in de bouw. Oké. Okay. Dus, en jij? Ik ben net afgestudeerd als godsdienstdocent. Oké. Okay. Ja. En heb je daar al een baan in? Nee, nog niet. Dus nog even kijken, maar druk op zoek. Oké. Okay. Ja. En in de tussentijd een beetje? In de tussentijd werk ik in de horeca. Snackbar, cafeetje in één. Ja. Chill. Welkom. Dankjewel. Dag nog. Ja. Drankje doen. Heb je gemberbier? Jazeker. Nou, dat dan graag. Kijk. Ze kwam zelfverzekerd op me over. Dat vond ik wel positief ook. Ja, haar ogen vond ik heel mooi helder. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, proost. Ja, proost. Hoe oud ben je?
26. 26? Ja. Jij? 22. Oké. Ja. Valt in de range. Ja, toch? Ja. Want jij bent ook gelovig, neem ik aan. Dat nam ik ook inderdaad aan. Ja, dat was een van de weinige eisen waarvan ik dacht, dat moet. Ja. En de rest, dan denk ik, ja, leuk als iemand spontaan is en als iemand muzikaal is. Maar dat hoeft allemaal niet, zeg maar. Dat is bijzaak. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je ook natuurlijk andere matches hebt dan alleen het geloof. Maar dat sowieso. Natuurlijk wel maar goed, daar kom je vanzelf achter. Wel een pre. Zo. Ja. Wat betekent geloof voor jou? Ik wil gewoon alles wat ik doe met God doen. Dat is een beetje het uitgangspunt. Ja. Zo in het leven staan en dat, dat dan doen. Dus gewoon een kort lijntje hebben met God altijd. Oké, ga je? Evangelie gemeente Morgenstond Delft. Leuk. De evangelische stroming. Yes. Ja, inderdaad. Oh, die heb jij ook. Nou, ik ga naar een Pinkse gemeente. Ah. Ja. Hij is christen en ook nog evangelisch christen. En ook nog wel in dezelfde stroming als waar ik naar de kerk ga. Dus wat dat betreft hadden we wel overeenkomsten. Wil jij bidden voor je eten? Ja. Oké. Okay. Wil je bidden voor mijn eten? Ja, zeker. Dan ga ik bidden. Nee, geen probleem. Nou, is goed. Doe maar dat. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zijn. Dat we elkaar mogen leren kennen, dat we een leuke gesprek mogen hebben. Want zij wel wilde bidden voor de eten, dat ze daar gewoon heel makkelijk in was. Ik had verwacht dat ze wel zou zeggen, oh, is toch een beetje spannend. En dan zou ik gaan bidden voor de eten. Dat het wel gewoon kan en dat je dan ook samen zo'n avond en zo'n date ook begint met God. Dat vind ik cool. In Jezus naam, amen. Amen. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ja. Wat vind jij echt wel belangrijk in een relatie? Naast het geloof. Dat het gewoon goed zit. Dat je je vertrouwd voelt bij de ander. Een beetje op die manier, denk ik. Ja. Heb jij er veel over nagedacht? Ja, aantrekkingskracht is ook een belangrijk onderdeel, vind ik wel. Want ja, soms kan iemand gelovig zijn, maar als de aantrekkingskracht er niet is, dan wordt het hem ook niet. Er zijn een miljoen mensen gelovig in Nederland, dus wat dat betreft is het heel goed om nog wat extra criteria. Ja, absoluut. Ja. Soms zijn ze heel erg leuk en dan denk je van ja, maar ze zijn niet gelovig. En dat is dan wel weer een essentieel onderdeel. Vindt bijvoorbeeld bepaalde intimiteit voor het huwelijk bewaren, zulke dingen. Oh ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik zou seksliefde in het huwelijk willen bewaren. Ik denk dat dat de setting is waarin het ook bedoeld is. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Ik denk het ook. Ik heb er alleen nog niet dusdanig goed over nagedacht dat ik nu echt 100% zeg, mijn mening is wel of niet, kan niet, kan wel. Oh ja. Lijkt me inderdaad heel verstandig niet te doen. Maar ik kan me ook voorstellen, weet ik veel, als je al verloofd bent of zo, dan weet ik gewoon nog niet. Maar dat zou ik over na moeten denken. En het is nog nooit enigszins in de buurt gekomen, zeg maar, dat dat een issue was. Hoe zie jij het leven over 5 jaar? Mijn leven over 5 jaar? Ja. Ik hoop dat ik in ieder geval een baan heb gevonden. Nou, ik hoef nog niet per se getrouwd te zijn, maar een relatie sowieso lijkt me wel leuk. Ja. Ik wil uiteindelijk ook wel kinderen. Ik weet niet, vind je kinderen leuk? Zeg je, hoeft niet per se. Zodra ze volwassen zijn, vind ik ze leuk. Oké. Ah nee, duidelijk. Nee, onzin. Ik weet niet. Ik zou best vader willen zijn, zeg maar. Ja. Dat zeker. Sterker nog. Ik zou wel graag vader willen zijn, denk ik zelfs, op termijn. Maar goed, als ik dan de vraag staat, hou je van kinderen? Dan heb ik toch weer die crash voor me, dat ik denk, zoveel houden we ook niet van kinderen. Verder nog eisen? Ik ben wel benieuwd. Eisen? Heel eisje? Misschien moet ik dat anders verwoorden. Vind jij het leuk om te reizen? Zou je het leuk vinden? Nee, op zich hou ik van reizen. Sowieso dat het avontuurlijke van reizen, dat vind ik echt heel leuk. Ik heb niet die behoefte van ik wil echt Zuid-Amerika nog een keer zien of zoiets. Of op die manier heb ik het eigenlijk helemaal niet. Dan denk ik ook in Europa is nog zoveel te zien wat de moeite waard is. Zoveel plaatsen waar ik een soort van relatief dichtbij nog een keer heen zou willen. Ja. Ja. Dat. Hoi. Hoi. Het kistje met de rekening. En het moment. Ik wil wel betalen, want ik heb gehoord dat jij niet werk hebt. Echt is. Nee, ik heb. Dat hoeft echt niet hoor. Nee, we gaan gewoon lekker splitten. Oké, dan doen we dat. Ja. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Vertel. Ja, ik twijfel een beetje.
Dus vandaar dat ik het eigenlijk graag van jouw antwoord af zou laten hangen. Oké. Okay. Ben ik benieuwd waarom je twijfelt? Waar ligt de twijfel? Het was gewoon gezellig. Het blijft een rare setting. Maar ik had niet in ieder geval dat ik direct dacht... Ja, het is best wel wat dingen die we wel delen, maar ook best wel wat die we niet delen. Doeg. Ik denk, qua geloof delen we heel veel wel op hetzelfde lijn. Maar qua persoonlijke interesse is het iets minder. Of in ieder geval andere keuzes. Ja. Dus ik twijfel daarin ook. Ja, verrek. Dan moet ik wel nog een keuze maken. Ja. Had ik zo bedacht dat jij die keuze voor dus mij jij mag. Maken. Zit er alweer op? Ja. Ja. De tijd vliegt. Ja. Zullen we zo nog een eindje gaan lopen of zo? Nou, ik vind het prima. Kunnen we in ieder geval nog even kletsen, kijken ja. Hoe we wat. Ja, geen probleem. Zo. Wat een gezellig restaurant is dit. Nou. Zouden we vaker heen moeten gaan. Het eten was in ieder geval goed.